Vandaag 24 april 2010. Het is bijna niet te geloven, maar hier in Sint-Adeland, bij de familie van Iwaarde, daar worden al de eerste vroege aardappelen gerooid. Ze hebben de natuur wel een klein beetje geholpen natuurlijk, want ze worden in de kas geteeld. Dus de woeste elementen kunnen er de baas niet over worden. Maar toch een prachtig product als je dat nu al zo ziet. Gepoot ergens in december, geloof ik, hè? Ja. En dan nu 24 april is het dan al oogstbaar. Het is een specialiteit natuurlijk. Want waar anders vind je in Nederland nu op dit moment al vroege aardappelen? Ik denk dat jullie zowat de enige zijn. Nou, hier in Sint-Adeland zijn er wel meer. Hè? Ja, die zijn er meer. Maar het is echt iets typisch Sint-Adeland. Het is echt typisch Sint-Adeland. Ja. Op de Opperdoezen rond daarna, die worden dus ook wel. Ja. Rond Opperdoezen. Ja, rond Opperdoezen. Dat is ook. Ja. Maar hier in Sint-Adeland, dat brengt dan toch. Ja, dat is gewoon zo'n race hier. Dit is dan een Frieslander, maar... Dit zijn Frieslanders die we nu hier zien. Ja. Maar hoofdzakelijk door Ree. Hoofdzakelijk ja. Door Ree. Ja, vanwege de smaak. Ja. En dat, daar is goed vraag naar hier, dat men weet dat jullie te vinden. Redelijke vraag naar. Ja. En dat loont, ondanks, want het is natuurlijk een dure teelt. Dat een beetje... Maar ja, ik denk ook een beetje dat jullie liefhebberij is, hè? Dat hoorde ik net van Corné ook. De winter heeft veehalve kosten. Ja, dat geloof ik. Ja. Maar van de andere kant, je bent ook in de gelegenheid om iets unieks op de markt te brengen. Maar ja, een hobby mag wel kosten. Ja, dat klopt. Maar het moet niet te veel zijn natuurlijk. Nee, maar dat is flauwekul. Ja, maar over het algemeen is het toch wel dat het loont. Ja. Een leuke teelt, maar je moet het al bij je lok mee hebben. Een beetje in je vingers hebben en anders dan Valt die kilo's dikwijls tegen. Nee, anders, het valt tegen. Ja. Maar ja, nu straks als dit vrij is, dan kun je de kast natuurlijk weer gewoon gebruiken voor andere producten. Dus, volgende week als snijboon gedeeltelijk. Ja, gewoon interessant. We zijn hier nog in een gedeelte van de kast waar het gewas vroege aardappelen onder glas nog helemaal intact is en nog volop aan het groeien is. Wat natuurlijk op een zeker moment ook weer ophoudt, omdat ze dan in de winkel moeten komen te liggen of worden verkocht. Maar je ziet hier een prachtig gewas staan. Je kunt zien dat het binnen staat. Het is nergens beschadigd. Het is het mooiste groen wat je je maar in kan denken. Nu met Corné van Iwaarde. Corné, we staan nu buiten hier bij de vroege aardappelen onder folie. Ze zijn al behoorlijk ontwikkeld. Hè? 24 april, ze staan al mooi boven. Ze zijn mooi regelmatig boven gekomen ook. En dit product dat is gepoot ergens in maart, hè? Ja, half maart. Half maart ongeveer, ja. En toen gelijk de folie erover. Nou, gelijk niet. Het is ongeveer 2 weken daarna. 2 weken daarna, de folie erop. Ja. En dan zijn ze voor die tijd gespoten tegen onkruid, langwerkend. Ja. En nou blijft dit erop zitten tot het te warm wordt en dan haal je het eraf. Ja. Klopt. Meestal is dat rond het eerste half mei zo'n beetje, 10 mei, 15 mei in die buurt. Ja. Weersafhankelijk natuurlijk. Ja, alles is weersafhankelijk. Ja, nu heb je wel een klein beetje het weer in de hand, een beetje nu, maar straks natuurlijk niet meer. Nee, als het zacht zomer gaat worden dan... En dat is een oppervlakte waar je nou bij staat, is ongeveer van 2 hectare die je dan onder folie doet. En dat gaat allemaal als zeer vroeg naar de veiling in Sint-Adeland. Ja, de bedoeling is dat die voor 1 juli gerooid zijn. Ja. Voor de rooidatum. Dus. En dan als streekproduct, Alvanto komt het daar terecht en vindt het zijn weg door het land en daarbuiten. Ja, klopt. Ja. En kistjes van 20 kilo worden die aangevoerd op de veiling. Mm-hmm. Is er een moeilijke teelt eigenlijk op deze manier? Of zeg je het is alleen de folie die we erover leggen? Moeilijk is het niet, maar het is natuurlijk extra werk, de folie erover. Uh-huh. En je moet ook geluk hebben dat je niet te veel nachtvorsten hebt rond deze tijd van het jaar. Want, de laatste paar ochtenden is toch wel een beetje spannend geweest natuurlijk. Ja. En als dan... gras wit ziet, dan... Dan hou je hard vast. Dan hou je hard vast. Ja, want ze kunnen bevriezen natuurlijk hieronder. Ja, ze kunnen niks hebben. En alles wat het plastic raakt, dat ziet zwart. Ja. De kuipvocht.
Ja, nou, dus, dat is maar te hopen dat dat niet al te veel. De ijsheiligen moeten nog komen. Maar... Ja, dat is 17 mei of zo. Ja, maar, dus, ja. Dat doet nog even. Maar laten we daar maar niet in geloven. Nee, zo is het. Oké. Okay. Hopen dat het eind is. En ja, het rendement van de teelt, daar kan je nooit wat over zeggen, nee, natuurlijk. Het is elk jaar opnieuw een nieuwe uitdaging. Ja. Met een vrij product. Ja, dat is gewoon weer afwachten. Ja. Want het afspraken qua afzet en qua prijs hebben we niet. Dus het is gewoon alles vrije markt. Ja. Ja. Maar dat, daar lig je niet echt wakker van. Nee, gelukkig. Nee, dat is maar goed ook. Oké, dankjewel Corné. Graag gedaan. Maar René, is er ongeveer, als je de normale rooidatum aanhoudt, als je zegt, nou dan moeten we zo vroeg mogelijk, wat is dan een kilo opbrengst, laten we zeggen, in gewicht per hectare, wat je ervan denkt te kunnen halen? Ja, meestal zit je dan, je start ongeveer vanaf 15 ton per hectare, tussen de 15 en de 20 ton. Mm-hmm. Dan is het wel een eind op met 20 ton, ja. En gebruik je altijd alleen Doré? Wij wel, voor onder plastic. Ja, is dat de beste ras om? Het is, het is wel het meest geliefde ras. Die vroeg al smaak heeft natuurlijk. Mm-hmm. Ja. En een Frieslander, ja, vroeg. Dat is persoonlijk dan, maar die vind ik dan niet zo lekker. Nee. Maar een Doré, ja, die is al vroeg op smaak. En dat is echt het ras om onder plastic te telen. Mm-hmm. Ja. Nou, maar dat zijn al de mooie eerste nieuwe aardappeltjes. Ja, ik heb het Oh, die komen uit de kas. En wat is dat voor ras? Doré. Doré. Dat is de laatste. Ja? Ja, dat is de laatste. Ja, dat is de laatste. Ah, maar dan... Ik heb een kopje niet aan de jaren rond. Ja, een hele jaren.